Hey, superleuk dat je er bent bij deze nieuwe Sakintos vlog. In deze vlog gaan we echt de meest bizar mooie plekjes van de wereld bezoeken. En ja, natuurlijk gewoon lekker chillen, vakantie vieren en eten. Zoals je ziet is de helft nog niet geabonneerd, maar kijkt wel naar mijn video's. Dus ben je nog niet geabonneerd, vergeet me zeker niet te supporten door op de rode knop te klikken. En laten we dan maar lekker beginnen met de video. Hallo allemaal, goedemorgen. Het is vandaag zondag. Stan en ik zijn best wel laat wakker geworden. We hebben ook het ontbijt gemist, omdat we gisteren een beetje gedronken hadden. En ja, we hadden gewoon zin om uit te slapen. Ik heb deze bikini aan, topje van Sephora, broekje van Naked. Helemaal leuk, lekker bruin aan het worden. Ik ben wel echt heel erg verbrand op mijn rug. Ik weet niet of je het goed kan zien, maar het doet echt heel veel pijn. Ik ga nu even snel een duik in het zwembad nemen. En daarna willen we naar Long Beach. Nee, wat is nou? Porto Limnolias of zo. Ik weet het allemaal niet. En dan willen we mooie plekjes gaan bezoeken. Ik wil eigenlijk maar een vlog dan. Ik wil maar eigenlijk maar een vlog. Echt heerlijk een frisse ochtendduik genomen. Ik ben helemaal wakker nu. En kijk hoe grappig dit is, jongens. Dit is een hek van allemaal bierflesjes gemaakt. Hoe grappig. Dat is denk ik gewoon bij iemand zijn huis. Maar vet grappig. En ja, hier zit ons hotel. Dus we gaan hier naar boven lopen. Ik heb even een outfitje aan. Ik heb dit zwarte topje van Chiquel. Daaronder dus een superleuke bikini met bloemetjes. En dit broekje van Shein. En ik heb gewoon slippers. We gaan nu even naar de winkel. Want ik wil zo'n onderwatercamera kopen. En zo'n wegwerpcamera. En schoentjes moeten we kopen. Die ga ik kopen voor mezelf. Want ik heb natuurlijk mijn voeten open gehaald. Dus dat wil ik niet nog een keer. Oké, maar dit gaan we nu doen. En dan moeten we wel echt 40 minuten rijden ergens heen. Maar het is echt super mooi daar. We zitten even bij een bakker, want we hadden dus het ontbijt gemist. Ik heb even lekker een cappuccinootje. En ik heb een soort ham kaasbroodje. Dus dan heeft een orange juice en een croissant. We gaan dus zo meteen naar Porto Limnolias of zo. En het is 50 minuten rijden, dat is wel lang. Maar dat is prima. Het is dus helemaal in het westen en het is zo mooi. We moeten daar denk ik de hele dag blijven. We gaan daar denk ik ook even een barretje op zoek om 7 uur. En Sam met voetbal kijken, het Nederlands speelt. Ik wil het ook wel zien. Dat is wel leuk. Dus ja, het is zin in vandaag. Leuk dag. Oh jongens, zo jammer. We waren net bij een tentje en ze hadden dus van die wegwerpcamera's. Maar de waterproof was uitverkocht, dus helaas. Wat ik dus heb gekocht is zo'n dingetje. En dan kan je dus je telefoon in doen. En dan is het dus waterproof. Ik hoop dat het gaat werken. En dan is het telefoon gekocht, maar we gaan het zien. En we hebben even een flesje drinken gekocht. En ik ga ja gewoon nog even kijken of ik ergens anders als een onderwatercamera kan hebben. Het is wel echt leuk. En ja, ik bedoel, ik wil ze vooral als we gaan snorkelen met hoe noem je dat? Schildpadden. Dan is het wel gewoon echt leuk. Maar goed, we gaan er nu heen rijden. Het is 50 minuutjes rijden, maar weet je, prima. Dan heb je ook wat. En we hebben net even lekker broodje gegeten. Koffietje voel me weer helemaal top. Oké, jongens, we rijden nu echt door Sakintos heen. Zeg maar door het eiland. Het is wel echt leuk, echt aan te raden om gewoon echt ver te gaan. Want het is echt leuk. Je ziet echt het hele eiland. Zeg maar, echt heel veel olijfbomen en zo. Echt zo'n hele grote veld. En je ziet nu gewoon een beetje, ja, de rest van het eiland, want we hebben nu nog maar één kust gezien. We gaan nu helemaal naar het westen. Ik vind het heel erg leuk. Echt, we zijn ook echt een grote Lidl en zo tegengekomen. We zijn helemaal niet wat het was. Oh, echt zo leuk. Ik vind, en we gaan nu helemaal door de berg heen. Het is echt zo ziek. Echt, je rijdt echt door een dorpje heen dat je denkt, hoe bestaat het? Kijk hoe gaaf, we rijden gewoon door de berg heen hier. Holy shit, ouwe. Daarom duurt het zo lang, kijk. Hoeveel kilometer komt? Valt echt mee hoeveel. Het is, ja, het is maar 18 kilometer, maar we moeten nog een half uur rijden. Maar dit is, ja, dit is gewoon echt heel leuk rijden. Ik weet dat we een wagen hebben. Ik zag net mensen doen hier met de scooter. Ja. Zo, maar we zitten al hoog hoor. Kijk dan joh, we zitten helemaal hoog al. Wat leuk. Wow, we zitten
zit echt bijna bij het hoogste punt. Want dit is volgens mij echt een van de hogere punten. Je rijdt echt door de berg heen. Dat vind ik echt leuk. Nou jongens, we zijn bij de Westkust aangekomen. We zijn nu met een weggetje dus naar beneden aan het rijden naar de zee. Maar oh my god, het is zo mooi hier. Echt bizar. Echt leuk. Echt een, nu al een aanrader, terwijl ik nog niet ben geweest. Oh my god, guys, we zijn er. Kijk hoe mooi dit is. Het is toch gewoon paradise. Het is niet normaal. Het is zo blauw. Geweldig. Het zit echt in zo'n gleuf, vind ik wel. Echt bizar mooi. We zijn er. Het is echt zo mooi hier. We gaan nu even zwemmen. Ik heb lekker mijn schoentjes aan. Echt geweldig. Jongens, we hebben hier even een lekker plekje voor onszelf gemaakt. Ik heb handdoeken tegen een rots aangelegd. We zitten dus hier. Het is echt zo chic blauw hier. Echt zo mooi. We gingen net snorkelen. En nou, ik heb dus het ding voor mijn telefoon gekocht. Dus ik ga zo jullie meenemen. Ik hoop dat het gaat werken. Zo mooi jongens. Ik heb net eens wat beelden onder water gemaakt. Ik hoop dat jullie het gaan zien. We gaan hier nu naar weg. Gaan even naar een ander strand kijken of dat wat is. En dan nou, we zien wel wat we gaan doen. Oké, guys. We waren net dus echt bij zo'n mooi stuk. Echt aanraden om heen te gaan. Het was echt super mooi. Zo helder blauw water. Het was echt leuk. We zijn nu onderweg naar Laganas. Dat is een stad. Een dorpje. Aan het strand. Dus we gaan bij het strand zitten. En dan kunnen we ook voetbal kijken. Dat is daar sowieso wel te zien. Mijn bar. Dat is helemaal leuk. En helemaal zin. Even lekker chillen. Even wat eten. Zo, hoe laat is het? Half vier. Het is half vier. We hebben echt nog niks gegeten. Alleen het croissantje en het stukje brood. Dus we moeten ook even wat gaan eten. Het was echt heel mooi. Echt gewoon een stukje paradise aan de wereld. Echt. We zijn nu in Laganas en we gaan nu naar de Havana Beach Club. We zien, horen overal al muziekjes en zo, helemaal leuk. Dus we zijn benieuwd. Hey jongens, we zijn nu bij Laganas Beach. We zitten bij Cubarangos of zo. Een club, super leuk. Ze draaien hier ook echt hard muziek. En we hebben hier van wat hapjes besteld. En ja, je zit hier echt super chill. Lekker aan het strand. En daar heb je dus een leuke beachclub. Je hebt hier heel veel beachclubs. Dus wil je wat meer feestje, dan moet je echt hierheen gaan. We gaan hier zo meteen ook Nederland kijken, voetbal. Vet leuk. En ja, helemaal gezellig. Oh, jongen, we hebben lekker eten. Bruschetta, meloen met ham. En een pita broodje met gyros. Heerlijk. Oké, jongens, we zitten nu bij een theetje voetbal te kijken. En ja, we gaan hier even een paar hapjes vertellen. We hebben helemaal niet zoveel honger, het is half acht. Net op tijd. Oké. Oh ja. We hebben op zich wel een goede plek. We zitten lekker hier. Maar jongens, moet je dit zien. Hierboven zitten allemaal baby's. Oh, dit is zo schattig. Allemaal babyvogels. Ze zitten gewoon in een nestje. Dit is echt zo cute voor het leven. Kijk dan. Ach, kijk dan. Zo schattig. Ze hebben hier dus echt zo'n lekkere pizza oven. Dus we gaan even een broodje garlic bestellen. Dat komt dus uit de pizza oven. En een calamaris. Lekker man. We hebben lekker broodje met garlic en lekker een iced peach, want ik ga toe rijden. Dus dan heeft daar al een paar van die halve kannen bier op. Dan ga ik voetbal aan het kijken, joh. Oh my god, we hebben zoveel. Dat is echt maar 8 euro. Er zitten onder aardappels. Lekker, man. Nou jongens, het was geen goede wedstrijd, want Nederland heeft dus verloren. Heel slecht dit.
Hoe vind jij? Het is een drama. Moet jij niet zoveel. Nou, ik vind het wel zielig voor jou. En voor de mensen die fan zijn. Nou, we gaan hier nu weg. En dan gaan we kijken of hier ergens anders op het leuk is. En ja, we hebben eigenlijk geen idee wat we willen doen. Stan zit er gewoon doorheen. Niet die camera naar beneden. Oké, we zijn nu weer terug in ons hotel. Het is 10 uur. We reden net dus door Lagunas de strip, denk ik, met allemaal clubs. En die waren dus open. Dus we gaan hier ons verdouchen, omkleden. En dan gaan we naar de Lagunas terug. En dan gaan we er lekker naar een barretje. Misschien uit als die club gaande is en een beetje open. Maar ik dacht misschien wel even leuk om gezelligheid op te zoeken. Gisteren hadden we niet echt zoiets gevonden in Sakintos stad. Dus we waren wel echt dronken. Maar we uiteindelijk hebben we gewoon hier ergens gezeten bij een shisha lounge. Zorg helemaal nergens op. Dus ja, dat gaan we nu doen. Oké, jongens, het is bijna 11 uur alweer. Maar we willen toch even gaan kijken bij die clubs. Dus een kwartiertje rijden, dus weet je, prima. Ik heb dit super schattige jurkje aan. Zie je in en deze schoenen ook. Dus ja, we gaan even kijken bij die strip daar. Beetje opgemaakt dus. En heel erg benieuwd hoe het daar is. Dus ja, ik ga er nu heen rijden. Stan heeft namelijk al gedronken en ik heb niet gedronken daar. Dus ik ga daar ook echt niet drinken. Ik zit echt doodeng hier op de weg. Maar het lijkt me wel echt heel erg gezellig daar. Ik hoop echt dat die clubs een beetje gaande zijn. We zagen wel echt al niet normaal van mensen naar die strip toe lopen. En echt allemaal jeugd. Dus zou vast wel goed komen. Nou jongens, we zijn nu op de strip. Het is best wel rustig nog. Daar is zelfs een McDonald's. We willen op de terugweg lekker iets halen bij de Mac. Maar ja, we gaan nu even naar daarheen lopen. Daar zijn alle clubs. Dus we kijken of het daar wat is. Misschien is het leuk, misschien niet. We zien het wel. Volgens mij was het best wel, in ieder geval best wel druk. Hè? Dus nou ja, we gaan het zien. Het klinkt in ieder geval wel gezellig. Ik sta bij zo'n hek. Oh my god. En die hond die bijt gewoon bijna mijn lul erop. Zweren. Oké, jongens, we waren dus net in die club. Het was echt fucking leuk. Club, hè? Echt. Ja, wat is een club? Leuk barretje. Nou, dat is gewoon Rescue Club heet het. Leuk barretje. Wat zijn die mensen? Nou, ik wil het laten zien. We hebben een McDonald's gehaald. Ja! Ik heb een double cheeseburger. En jij hebt kipnuggets, maar ik wil ook een kipnugget. Kuthond. Sorry voor mensen die van honden houden, maar ik vind zij. Ik ben zo bang voor honden, dat is echt bizar. Oh ja. Oh, geen saus. Ja. Hé. Hey. Heb jij saus erbij? Niet. Ik heb dit erbij. Nou. Ketchup. Dat is sowieso een vage tent. Het was zo raar. Ik had geen bonnetje. Dus we wisten niet wanneer we aan de beurt waren. Dus ik zeg... Ja, wat is dit er misschien? Dus ik zeg... Ketchup? Mag ik? Ik zeg, where's my order? I have no receipt. Zegt hij, ja, ik heb jullie de hele tijd omgeroepen. Ik zeg, ja, I don't know. I have no nummer. Oh. Goed Engels kan ik. Nou, lekker zonder fietsvouwer. Hoe noem je dat? Ketchup is ook gewoon boeier. Ik zie weer die hond. Die wil ons echt afmaken. Ja. De politie gaat daar. Zullen we anders even ergens anders gaan staan? Ja. Ja, doei hond. Zullen we gewoon hier staan? Maar kan politie erachter? Nee, er is gewoon lang. Oh, ja. Ja, dit is toch geen plek, Saar. Je bent gewoon even iets anders zoeken. Goeie beat. Spijt toch gewoon ergens. Zie je, rest, hier op in de berm. Actually, I don't give a shit. Ik heb ook een kip nugget. Ik zweer, ketchup is ook best lekker. Ja, dit is wat je wil. Gewoon even opeten. Dan gaan we naar huis rijden.
Alleen, ik heb niks gedronken. Voordat ik weer haat krijg dat ik de auto instap. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag maandag. Het is 9 uur. We gaan even ontbijten. Ik heb even dit jurkje aan daaronder. Een bikini, zo'n cover voor over je bikini. En dan gaan we even een duik nemen na het eten. En dan willen we naar de sportschool gaan. We willen naar het Shipwreck Bay vandaag gaan. En nog even naar een ander strand. We doen een beetje aan het einde van de dag naar de Shipwreck Bay. Want dan schijnt dus het rustig te zijn. Anders is het één toeristische plek. En ja, dat is eigenlijk een beetje de planning. Nou jongens, we hebben lekker uitgepakt met het ontbijt. Ik heb allebei even een koffietje, wat fruit, zelf even yoghurt en fruit, eitje. Ik heb lekker aan een broodje geroosterd met ei, ham en kaas. Ik ben helemaal benieuwd. Ik had echt zoveel honger opeens, dus lekker man. Dat komt omdat we gisteren onze keer niet vol hadden lopen vreten, maar gewoon normaal gedaan. Oké, we hebben net even ontbeten. We hebben ook even een duik in het zwembad genomen. Heerlijk! Ik ben net even mezelf gaan afdouchen en nu heb ik mijn sportkleding aan en we gaan dus sporten. Ik heb nog wel een beetje last van mijn voet, dus ja, ik ben benieuwd hoe dat gaat. Dus ja, daar gaan we nu heen. Het is echt 6 minuutjes hier vandaan. Instak in de stad is het. Stan die wilde heel graag sporten, dus gaan we maar doen. En vandaag gaan we dus naar de Shipwreck Bay, maar dan willen we een beetje aan het einde van de dag heen. Want anders is het vet heet en veel te druk dus. Dus we gaan denk ik overdag even lekker jurjon of zo. We moeten even kijken wat we gaan doen. Oké, we zijn nu in de sportschool. Het is echt zo druk en niet normaal. Maar goed, alleen dat we even een klein uurtje gaan sporten. In ieder geval, ik heb echt geen zin. Maar Stan die wil echt heel graag. Dus ga maar. Ik ga maar wat doen en kijken wel. Oké, we zijn net uit de sportschool. Stan heeft echt heel lekker sport. Ik heb ook wel gewoon een beetje. We zijn nu in een Lidl en we gaan even een broodje halen voor vanmiddag, want we blijven denk ik wel bij het hotel. Anders zijn we ook weer een lunch en zo. Dus kijk wat we willen. Hier is Blair. Alright, het is nu 12:30. Ik zal even laten zien wat voor boodschappen we hebben gedaan. Dus eerst hebben we weer even nieuw water, want dat is gewoon lekker koud hier dan. Dan zijn we dus naar de Lidl geweest. Ze waren er echt vet streng. Ik moest eerst gewoon in de rij staan voor een stoplicht voordat je naar binnen mocht. Maar goed, ik heb bier voor Stan. Voor mij lekker flesje rosé. Dan hebben we dus broodjes gehaald. Lekkere broodjes. Daarop doen we... Oh, we hebben pistasnootjes. Op de broodjes doen we mozzarella. Prosciutto. Dat is Stan. En kijk, wat een vraag voor borden en mes. En doen we dus de broodjes prosciutto, mozzarella, pesto en zochterige tomaatjes. Hartstikke lekker. Nou, dus wij gaan even lekker broodje maken en dan gaan we lekker bij het zwembad liggen. Want het is echt super heet. Nou, jongens, ik heb een lekker broodje gemaakt. Ik ben heel erg benieuwd hoe het smaakt. En dan gaan we even op het balkon eten. Nou jongens, we liggen nu even lekker aan het zwembad. Het is echt super chill. Ons hotel heeft dus 2 zwembaden. En 1 ligt aan het strand en daar ligt het helemaal vol. Dus wij kijken zeg maar op het zwembad uit. Want ons hotel is daar. Maar wij hebben hier gewoon even nu lekker bedje ingelegd. Een lekker rozeetje. Liggen hier weer. En die mensen liggen erachter allemaal. Maar we zijn hier gewoon echt de enige. Zo chill. Echt top. En vanavond, aan het einde van de middag, gaan we dus naar de Shipwreck Bay. Het schijnt een van de mooiste stranden van de wereld te zijn. Maar je kan er dus niet echt per se zwemmen. Het water is best wel koud. Dus ja, we willen daar meer gewoon heen om het te zien. Dus we dachten, ja, het is zonde als je daar heen gaat rijden als het super mooi weer is. Dus we zijn nu gewoon lekker aan het zonnen en even aan het chillen. Even relaxed, dacht je. Dus ja, dat is een beetje de planning. Het is zo leuk. Echt, voor mijn gevoel zijn we al een beetje aan het einde, maar we hebben gewoon nog 5 dagen. Het is nu maandag en we zijn niet tot vrijdag. Dus ik heb echt hartstikke lang nog. Maar ik heb altijd de eerste helft gaat veel langzamer dan de andere helft. Dat heb ik altijd, helaas. Maar goed, we gaan er lekker van genieten. Alright guys, het is inmiddels 5:15. We zijn helemaal gedoucht en omgekleed.
Kijk hoe vet leuk hoed. Ik heb dus hoed van Naked, heb ik lekker op. Topje van Chiquelle, broekje van Savoel. Tasje van Shein, super cute. En ik heb even schoenen aan, ik weet namelijk niet hoe het daar gaat zijn. Ik ben echt wel ontzettend bruin geworden, echt heerlijk. Even spulletjes gepakt en we gaan de auto eens een uurtje rijden. Dus we gaan ook even dat broodje meenemen wat we over hebben. En chippies en water. Oeh, bijna vergeten. Top. En dan gaan we. Hey jongens, we zijn er volgens mij. Het is daar, maar we moeten even naar een punt lopen dat je het goed kan zien. Jongens, daar is dus een punt waar je het kan zien. Dus we gaan daar nu even heen. Wij zijn er dus nu om 6 uur. Dus eigenlijk perfecte tijd. Het is echt super rustig. Anders sta je hier dus gewoon, als ik dus op internet gelezen, echt gewoon een uur in de rij. Jongens, we zijn, hè, waar? Is er een boot? Oh, het is hier op dat water. Ik moet even wachten op deze mensen, want het is zo naar me voor. Maar... Hey, jongens, je ziet het. We zijn er, daar is hem. Het water is zo bizar blauw, dat is echt niet normaal. Daar is dus die shipwerk, er zijn ook een paar mensen. Hij kan dus alleen komen met de boot. Dus dat gaat hem helaas niet worden, maar ziek, ziek mooi. Oké, ja, het was echt een ziek mooi strand. Echt niet normaal, maar ja, het is meer gewoon, het is het mooiste is natuurlijk om erheen te gaan met een boot. Maar ja, we vonden het een beetje zon om helemaal een hele dag te besteden om daarheen te varen. En dan, ja, ik weet niet. Sta je daar 5 minuten en denk je, nou, mooi strand, hoi. Maar het was wel even leuk om vanaf deze lookout te zien. Echt ziek mooi. We hebben nu even een ijsje gehaald. Want het is echt bloedheet. Lekker aardbeienijsje. En een ijskoud drankje. Lekker man. Ik zit hier even in de schaduw. Oké, guys, we gaan nu weg bij de Shipwreck Bay. Hier heb je mijn sunset. We gaan nu naar een sunset restaurant. Dus waar je zonsondergang kan zien. Ja, hopelijk. Moeten we even een navigatie doen. Jezus, wat zweet ik me dood. Maar goed, het was echt een aanrader. Ik zou er alleen wel gewoon echt aan het einde van de dag gewoon heen gaan. Want nu was het echt ziek rustig. Het is echt gewoon tijd voor jezelf. Helemaal geen tours. En op een gegeven moment ging ik nog een keer kijken. Toen was er gewoon helemaal niemand meer op het strand ook. Dus ja, ja, als je het leuk vindt zou je zo'n boottour kunnen doen. Maar wij vonden dat een beetje zonde van onze dag. Dus ja, ik vond het eigenlijk wel goed opgelost om het zo wel te zien. En dan gewoon lekker... Er zat gewoon een gat in de weg. Oh my god. Maar ja, dus tip van Flip, we gaan het einde van de dag. Het is trouwens echt ziek in de gebergte. Het is hier echt alleen maar berg, berg, berg. Je hebt echt helemaal niks verder. Jongens, we zijn er. Het is echt een super schattig restaurantje. Het schijnt dus dat hier de best sunset is. Dus ik ben benieuwd. Dus we zitten er. Ze hebben echt traditioneel Grieks eten. Dus echt super leuk. Zometeen de sunset. En we zitten hier echt ook aan super mooi water. Echt zo chic. Mooie plek is dit. Dit is het restaurant. Even kijken. Dit. Heel erg leuk. We moeten zo hebben. Op mijn camera komt het niet mooi over. Okay, jongens, we hebben het eerste eten. We hebben dus een soort feta cheese pies, lijfjes en een soort ja, worst hier uit de streek. Ik ben benieuwd. Oh, thank you. Thank you. En dus een broodje. Nou, helemaal lekker. Een mooie sunset. Jongens, zo lekker. We hebben even een klein plateau met seafood en een zonsondergang. Stan en ik hadden net een discussie, want... Er was zeg maar één zo'n hele grote sea platter van 45 euro. Maar ja, we zitten echt wel best wel vol. Dus dacht, dat gaan we nooit opkrijgen. Dus ik zeg van, Stan, je hebt die grote besteld. Stan zegt, nee, ik heb die kleine besteld. Ik zeg, nee, ik weet zeker dat je die grote besteld. Maar ja, Stan heeft dus wel gelijk, heeft die kleine besteld. Dus ik ben nu gewaard. Nu moet ik het etentje betalen, ook al hebben we een pot met gezamenlijk geld. Alright, we zijn weer terug in het hotel. Ik heb lekker dit lounge ding aan. Ja, we hebben echt zo'n leuk restaurant gegeten. Het was echt zo'n Grieks restaurantje. Waar ze echt van dat typische Griekse eten serveerden. Het was echt heel lekker. We hadden seafood dus. En dan wat voor ja, hapjes.
En je kon dus zo de zonsondergang zien. Echt helemaal romantisch, helemaal leuk. Dat was eigenlijk nog 50 minuten rijden naar ons hotel terug. Maar je hebt hier een soort van het rijden niet door. Want... je rijdt echt door zo bizar mooie wegen. Dat je echt om je heen kijkt. Dat je echt denkt van wow, dat is echt gewoon een sprookjesbos. Het was zo mooi en zo leuk. En gewoon gezellig. Ben je lekker in je auto aan het kletsen. Een lekker raampje open. Het is heerlijk weer. Dus ik weet niet, ik vind dat rijden echt chill. Ik zou sowieso echt je aanraden om een auto te huren. Want je hebt zoveel meer vrijheid. Je kan zoveel leuke dingen opzoeken en doen. En ja, ik vond het echt helemaal een geslaagde dag. Wat lekker gechilled, rustig aangedaan, gesport zelfs nog. En toen gingen we dus naar de Shipwreck Bay. Het was ook echt bizar mooi. Het was zo mooi. Maar ja, we gaan er denk ik niet meer echt heen met de boot op. Maar het was wel echt super, super gaaf om gewoon te zien te hebben. En gewoon dat het zo'n mooi plekje op de aarde is, is gewoon niet normaal. Zo blauwe zee. Echt, ja, echt heel leuk. Dit was alweer de vlog voor de afgelopen 2 dagen. Volgens mij hebben we echt zoveel gedaan voor mijn gevoel. Maar ja, wel echt heel leuk. We zitten eigenlijk nu pas op de helft. Terwijl... ja, we zitten nu ongeveer op de helft pas. Terwijl voor mijn gevoel ben ik hier echt best wel lang omdat we zoveel doen op een dag. En we hebben nog lekker 4 dagen. Super leuk. Dus ja, vergeet zeker niet een nieuwe vlog van morgen te kijken. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet blij dat je mogen te geven. En te abonneren natuurlijk. En dan zie ik je volgende keer weer. Doei!